Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken chocoladebiscuit. Wat hebben we nodig? Voor de ganache, chocolade, room, suiker en ongezouten boter. Voor de biscuit, eieren, suiker, donkere chocolade, ongezouten boter, bloem, bakpoeder en een snuifje zout. We beginnen met de biscuit. Wat gaan we doen? We gaan eerst de chocolade gaan smelten tot 60 graden samen met de boter. Dus we nemen een steelpan, doen daar een klein beetje water in. We gaan dat lichtjes laten opwarmen en daar gaan we eigenlijk onze chocolade in zetten. De boter gaan we er ook al bij leggen. De chocolade kun je ook eventueel in de micro-oven gaan smelten of au bain-marie. Dat is de keukenterm, au bain-marie. Maar hier heb je eigenlijk meer overzicht en controle over de temperatuur. Omdat eigenlijk de boter en de chocolade, die moet eigenlijk gesmolten worden tot 60 graden. Nu nemen we onze eitjes. Die doen we in de mengkom. We nemen de suiker, die mag er ook bij. En we gaan eigenlijk alles gaan opkloppen tot een homogene massa. Onze dooiers die zijn heel mooi opgeklopt. Onze chocolade die is mooi gesmolten en vermengd met onze boter. Die heeft 60 graden. En je ziet, alles is mooi homogeen en alles blinkt heel mooi. Nu gaan we onze chocolade toevoegen aan, ons eibeslag. We gaan de chocolade goed gaan ondermengen onder ons eibeslag. Alles is goed gemengd. Nu gaan we onze bloem eraan toevoegen. Ons bakpoeder. Een snuifje suiker en een snuifje zout. Nu gaan we ons beslag in een spuitzak doen. We gaan eigenlijk alles van lucht uit de spuitzak gaan doen. Dan nemen we een bakplaat. Dan gaan we eerst een klein beetje beslag onderaan de bakplaat spuiten. En waarom doe ik dat? Ga je nu gaan spuiten, je beslag gaan spuiten op je papier, ga je papier mooi blijven liggen. Laat dat niet beginnen wrijven. En nu spuiten we mooie dotjes chocoladebeslag op ons bakpapier. Dan nemen we een koffielepeltje en hier ons warm water. En heel mooi alles laten gaan strijken. De oven die hebben we al opgewarmd op 180 graden. En nu gaan we de koekjes 10 minuutjes bakken in de oven. Nu nemen we onze chocolade voor onze ganache. Die zetten we in een warm waterbad. Daar voegen we onze boter aan toe. En dat gaan we nu zachtjes laten smelten tot 80 graden. We gaan nu de chocolade met de boter heel mooi mengen. Zodanig dat we een homogene massa bekomen. De chocolade die is gesmolten met de boter. En die is homogeen glad. Nu nemen we mengkom. We doen de room in de mengkom. We voegen de suiker eraan toe. En onze chocolade. Dit mengen we tot een mooi vast beslag. De ganache die gaan we in een spuitzak doen en die gaan we laten opstijven gedurende 12 uur in de koeling. De chocoladekoekjes die hebben afgebakken in de oven 10 minuutjes op 180 graden. Die hebben we uit de oven gehaald, die hebben we 10 minuutjes laten afkoelen en die zijn nu perfect. Dus je ziet, ik kan ze er heel mooi afhalen van het papier. Dus we gaan ze omdraaien. We hebben hier onze chocoladeganache. En nu gaan we een mooie ganache. Neem nog wat grof zeezout. Een beetje grof zeezout erop. Neem een sinaasappel. Gaan we een klein beetje rasp van sinaasappel erop doen. En nu gaan we een mooi koekje erop leggen. Chocoladebiscuit. Ideaal koffiegarnituur. First class. Zeker lekker, smakelijk en tot de volgende keer.